In mijn klas zitten heel veel meisjes en maar één jongen. Met de meisjes ga ik zeg maar meer om. En dan is het wat makkelijker om over dingen te praten, zeg maar. That's the problem with the world today. Everybody wants it quick and fast and there's no time to wait. Ja, ik vond het best wel een interessant onderwerp. Hoe komt dat? Ik kijk heel veel van die van filmpjes uit de oorlog en ik vind het ook best wel interessant. Vrijheid heeft niet te maken met oorlog, maar ook met wat je kan doen. Je kan soms niet vrij zijn in je lichaam, maar wel probeer in je geest vrij te zijn. Dat is ook wel belangrijk. Ik ben ook altijd op zoek, wat is nou deze buurt? Hoe kan ik een connectie maken met mijn kunstwerk en de buurt? In dit geval heb ik gezocht naar de makers van de buurt. Niet de straatnamen, niet de beroemdheden die straatnamen de naam geven. Nee, de mensen die straat maken. Mijn levenscijfer ging van een 6 naar een 9. Dus ik werd weer helemaal blij van mijn hond. Ik ben blij, want ik ben tevreden dat ik leef. Ik ben een positief mens. Godzijdank. Zeker met de muziek. Ja. Ja. Dit is de Amstel op zijn mooist. Breed en rustig en vroeg in de ochtend. Ja, ik vind voor de saamhorigheid fijn als je wel dingen met elkaar deelt, als buurtgenoten. Teambuilding is inderdaad prima. Ja. Dat is belangrijk al. Ja. Actie. De wereld is net een wit doek. Je moet het zelf inkleuren. Mijn naam is Ilias. En ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Het is een mooi moment dit, hè? Ik vind hem heel erg mooi. Ja, ik vind het vooral leuk dat al die stadsdelen eraan hangen. En dat in het midden gewoon heel Amsterdam eraan hangt. Ik vind eigenlijk deze ketting wel super mooi. Hebben jullie wel eens ruzie? Vaak genoeg, ontelbaar veel. Ik heb een rekenmachine nodig om überhaupt een kwart daarvan op te nemen. Ja, wat doe jij? Wat mis je het meest aan toen mama niet zoveel pijn had of toen ze zo ziek was? Wat mis je het meest aan die tijd? Die tijden wanneer ik klein was, dat ik gespeeld heb, die spelen. Hij houdt zich wel sterk voor mij, maar het is mijn zoontje. Het gaat om mijn zoontje. De plek waar ik me veilig voel, waar ik mezelf kan zijn. Oost. Het heet mezelf. In Oost voor een reden. Deze plek heeft mij gemaakt.